Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze les SP2 hybridisatie. Let er eventjes op, SP2 hybridisatie, dat is een onderdeel van die lesreeks kwantumgetallen en we zitten hier helemaal op het einde, dus ik verwacht wel dat je zeker die orbitalen en die sigma en die pi-bindingen onder de knie hebt. Wil je alle lessen vinden op dit kanaal, dan vind je een heel mooi overzichtje hier bij de comments, dus ga zeker daar naar kijken. SP2 hybridisaties, dat is het gevolg, zoals de naam het zegt, van 1s en 2p-orbitalen die samen gaan hybridiseren. En we gaan dat als volgt voorstellen. Dus 1s en 2p's die gaan samen hybridiseren en we krijgen daarbij SP2 hybridisanten. Die SP2 hybridisaties die gaan hier mooi in een hoek van 120 graden staan en die laatste p die gaat daar eigenlijk als een halter haaks bovenop staan, ga ik zo meteen heel mooi laten zien. En we gaan meteen eens kijken naar een aantal voorbeeldjes waar dat nodig is, maar je ziet hier eigenlijk zelf al die hoeken van 120 graden, die kwamen we tegen natuurlijk bij sterisch getal van 3. Ik heb hier een koolstofatoom en koolstof zit hier in een ethaanbinding. En als ik hier het sterisch getal ga bepalen, dan zie je hier natuurlijk dat je hier drie bindingspartners hebt. Drie bindingspartners en geen vrije elektronenparen. Dat wil zeggen sterisch getal van 3. Je weet nog wel, sterisch getal, aantal bindingspartners plus aantal vrije elektronen. En dan krijg je een getal en afhankelijk van dat sterisch getal kon je dan je bindingshoeken gaan bepalen. Nu, die bindingshoek hier moet 120 graden zijn, dus we hebben hier een SP2 hybridisatie. En die ziet er als volgt uit en die gaan we opstellen. We hebben hier één koolstofatoom hier en een identiek koolstofatoom daar. Je kan ook met die sigma en die pi-bindingen gaan werken. Dan zie je hier drie sigma-bindingen. En wat ik zeg, sigma-bindingen die gaan hybridiseren en pi-bindingen die doen dat niet. En dan gaan we het dus geheel uitwerken. Ik heb dus te maken met een SP2 hybridisatie, waar ik dus hier een sigma-binding en een sigma-binding heb. En dan hier die laatste pi-binding, dat is mijn 2p-orbitaal. En nu ga ik eens mijn moleculen, mijn ethaan, proberen op te bouwen. We hebben dus hier die SP3 hybridisatie. Ik heb hier die hoeken van 120 graden, als ik hier die blauwe hybridisaties ga bekijken. En dus haaks daarbovenop staat mijn resterend p-orbitaal, mijn 2p in dit geval. Nu gaan we beginnen met die ethaan op te bouwen. Ik heb dus hier mijn koolstof, ik heb een SP2 hybridisatie en ik heb hier mijn p-orbitaal op staan. En we zien dat hier heel mooi, die is gebonden aan een tweede koolstof met een sigma-binding. Dus die sigma-binding die zie ik hier, hier gaan twee elektronen op zitten, soms gaan ze dat zo tekenen. En dus ik heb hier mijn eerste binding tussen die twee koolstoffen gemaakt. Wat heb ik voor de rest nog? Ik heb 1, 2, 3, 4 H's. Ik heb die hier in mijn hokjesvoorstelling bijgezet. En ik heb er natuurlijk speciaal voor gezorgd hier dat mijn spins, dat die de tegenovergestelde richting gaan hebben. En dat ik binnen één atoom natuurlijk zoveel mogelijk hetzelfde spin heb. Mijn volgende binding die zit daar, dat is die koolstof die gaat binden met een waterstof. En je ziet hier dat S-orbitaal gaat mooi hier met die hybridisatie, met die SP2 hybridisatie overlappen. En dat gebeurt ook hier en dat gebeurt natuurlijk ook daar en daar in mijn andere kant. Nu zit ik hier nog met één binding die ik ga moeten maken, want we hebben hier die sigma-binding getekend, maar we hebben nog niet die pi-binding getekend. En die pi-binding is niet anders dan zoals we die daarvoor gezien hebben. Wat gaan we zien? We gaan zien dat die pi-binding, dat we hier een overlapping krijgen en we gaan dus hier die pi-binding als volgt gaan kunnen tekenen. En dat verklaart opnieuw waarom dat we hier geen vrije rotatie hebben rond die dubbele binding. Een tweede mooi voorbeeldje, dat is formaldehyde. Als ik hier mijn koolstofatoom, mijn centraal koolstofatoom ga kijken, ik heb drie bindingspartners, ik heb geen vrije elektronenparen, dus een SP2 hybridisatie, oftewel een sterisch getal van 3. Je hebt hier 1, 2, 3 sigma-bindingen en 1 pi-binding, en dus hier één van die twee gaat een pi-binding zijn en één van die twee gaat hier een sigma-binding zijn. Mijn koolstof, ik ga hem hier eens tekenen, SP2 hybridisatie en mijn overige p-orbitaal, die staat er haaks op, dat is hier de deze. Wat gaat hierop binden? Allereerst een zuurstof. En zuurstof die zijn we al eens een paar keer tegengekomen. Zuurstof heeft 8 elektronen. En deze zuurstof, ik ga eens eventjes stellen, die heeft 2 vrije elektronenparen. Die zitten hier en hier. Of je kan die hier ook zien. 1, 2 vrije elektronenparen. En 1 bindingspartner. Ook een sterisch getal van 3. Dus die ondergaat ook die SP2 hybridisatie die ik hier al bijgetekend heb. Die waterstoffen die zijn simpel. Dat is gewoon 1s orbitaaltje en 1s1. Dan gaan we de bindingen eens maken. Ik heb een waterstof die bindt. En ik heb een zuurstof die bindt. En hier zie je die zuurstof. Dus die zuurstof, die twee SP2 orbitalen, die gaan elkaar overlappen. Ik krijg dus hier die hoek van 120 graden, ik krijg daar die hoek van 120 graden en zelf staan die mooi in het verlengde van elkaar. Dan ga ik hier die twee waterstoffen eens laten binden. Eentje bindt hier en eentje bindt op dit SP2 orbitaal. En dan als laatste hier opnieuw die p-orbitalen en die gaan opnieuw veranderen, die gaan zich vervormen en we krijgen hier heel mooi deze vorm.
Dan zijn we klaar met onze formaldehyde. We gaan eens één voorbeeldje bekijken. En dat is BF3, oftewel boor-3-fluoride. Boor, 3 bindingspartners, geen vrije elektronenpaar, want het heeft in totaal maar 3 elektronen, dus een sterisch getal van 3. En dat bestaat uit 3 sigma-bindingen. De eerste binding is altijd een sigma-binding. Dus ik ga die zo kunnen voorstellen. Een sp2-hybridisatie, in dit geval sp2, sp2, sp2. En als laatste een leeg p-orbitaal. We gaan dat invullen. Ik heb die hier een beetje transparant getekend, want dat is een lege p, dus die is niet gevuld. En ik ga mijn fluors daar eens bij zetten. Mijn fluors hebben 1 bindingspartner en die hebben 3 vrije elektronenparen. Dus dat zijn allemaal sp3-hybridisaties, vandaar hier die 4 hokjes. En als ik mijn bindingen ga moeten maken, dan gaan die eigenlijk heel mooi zo opvullen. En zie hier ook weer heel mooi waarom dat we hier typisch die hoeken van 120 graden 3 keer hebben tussen onze moleculen. Dat was het voor die sp2-hybridisatie. Sp2-hybridisatie, het gevolg dus van een bindingshoek van 120 graden. We krijgen een verandering van die orbitalen, zodat we eigenlijk tegemoet komen aan die experimenteel bepaalde bindingshoeken. Dus die orbitalen die gaan veranderen. En 1 orbitaal die blijft gelijk. Die 2p die gaat daar dan haaks bovenop staan. We hebben 2 mogelijkheden. Soms zien we dat bijvoorbeeld in die geknikte versie dat daar dan een elektronenpaar zit. Dat zagen we bijvoorbeeld als water. Bij water heeft bijvoorbeeld 2 van die vrije elektronenparen. En dan mag je die wegdenken en dan krijg je die geknikte vormen. Anders ga je gewoon die vlak trigonale symmetrie krijgen. Zoals hier bijvoorbeeld bij die BF3. Dat was het voor sp2-hybridisaties. Ik zie jullie graag voor sp-hybridisaties. Daar.